1986 verschijnt een aangeslagen VDB voor de rechter. Hij krijgt 2 jaar voorwaardelijk wegens fraude en 1 jaar met uitstel wegens schriftvervalsing. Daarbovenop een fikse geldboete en een bolwassing van de rechter. Hij moet toen gezegd hebben, hè, meneer Van den Boeynans, u bent een fraudeur in hart en nieren, een verstopt fraudeur. U die jarenlang de wet heeft opgelegd aan anderen, vooral u had ze in de praktijk moeten brengen. En zegt hij op een bepaald ogenblik, wij als rechtbank nog vrij mild geweest, want u mag blij zijn dat de deuren van de gevangenis van Sint-Gilles voor u gesloten blijven. Wij hadden veel verder kunnen gaan. U kan zich inbeelden, Van den Boeynans, de peetvader die door iedereen, indien niet gerespecteerd, gevreesd was, die daar gekapiteld wordt door God och arme, een rechter in eerste aanleg. Dus dat moet hem in zijn eer toch nogal gekraakt hebben. In beroep wordt de straf bevestigd. Voor sommigen had men verder kunnen gaan. Het is een feit, zij zijn niet ver gegaan. Ironisch, in die niet sarcastisch zinnetje van de procureur-generaal, wij stellen eigenlijk de vraag niet naar de herkomst van al deze gelden. L'origine de ces avoirs. Al wat dat ik weet, dat is dat ik 8 jaar op defensie heb gezeten en dat men nooit heeft kunnen bewijzen dat er 1 frank smeergeld is geweest. Anderen na 2 jaar, 2,5 jaar hebben problemen gehad. Dat is hun zaak, dat is de mijne niet. Je peux vous dire que je ne suis associé en rien à un quelconque faux, à un quelconque usage de faux, et que le mot corruption me révulse. Laat mij een zaak goed verduidelijken. Met mijn fiscaal probleem heeft justitie gedurende 3 jaar als onderzocht. Ik werd 125 uur onderhoord. Ongeveer 150 uitzoekingen. Ik weet niet hoeveel mensen werden ondervraagd. En na 2,5 jaar heb ik aan de rechter gezegd, en meneer de rechter, ik weet wat dat u zoekt, maar u gaat nooit iets vinden, want daar is niets te vinden. En de rechter heeft mij geantwoord, de onderzoeksrechter heeft mij geantwoord. Dus juist, meneer Van den Boeynans, u zet gelijk vele Belgen, u hebt de fiscus, we willen arrangeren, maar voor de rest is er niets. NVDB kwam weer. In 88 waagt hij een nieuwe worp naar de burgemeester Sjerp van Brussel. De voordracht van de kandidatuur van de heer Van den Boeynans voor het ambt van burgemeester werd ondertekend door 27 gemeenteraadsleden, verkozen op 9 oktober 1988. De Brusselse Brusselaar weet van geen ophouden. Maar ook deze keer heeft hij prijs. Het weekblad Knak onthult dat VDB toen hij op defensie zat voor miljoenen smeergeld zou hebben ontvangen van ASCO-baas Roger Boas. Ik wil bien admettre que des pas de vin de 350 miljoen voor een commande die s'élève entre 50 à 75 miljoen, faut reconnaître que ce n'est pas mal. Pour les blindés, et je l'ai su de Boas lui-même, il a donné 850 millions à Van den Boeynans pour la série des blindés. Ça, c'est une certaine. C'était des pots de vin. Oui, oui. Ten eerste, de man die dat gaan vertellen is, en die aan iedereen in het land heeft geschreven, is psychiatrisch verzorgd gedurende een zeker aantal maanden. Wat er vandaag van gekomen is, weet ik niet. Voor mij is het een sukkelaar. Ten tweede, de beslissing van
de aankoop is gebeurd na alle militaire advies die eenparig, u onthoudt, eenparig is voorgesteld. Het is niet de minister die heeft beslist, ik heb het advies van een commissie van 50 militairen gevolgd. VDB ontkent. Hij wint de verkiezingen, maar moet afstand doen van de burgemeester Sjerp wanneer de minister van Binnenlandse Zaken verklaart dat de burgemeester van Brussel iemand moet zijn die boven alle verdenking staat. C'est pourquoi j'ai informé le premier ministre de ma décision de ne pas soumettre à sa majesté le roi ma candidature au poste de bourgmestre à Bruxelles. Il serait contraire à la vérité de dire que j'ai pris cette décision de gaieté de cœur. J'en suis profondément meurtri. Mais l'intérêt de mon pays et de Bruxelles passe avant le rêve de VDB. Het ASCO-dossier wordt doorverwezen naar een speciale Kamercommissie. Maar wanneer die wil beginnen aan de discussie over de parlementaire onschendbaarheid, verdwijnt VDB. Qui m'a enlevé? Qui m'a enlevé? Mon lodène déchiré, ma pipe. Résultat des courses, je suis resté en chemise et en caleçon. Évidemment, si je le savais. PDB, tu ne vas pas crever. Qui? PDB, tu ne vas pas crever. Qui? Il voulait l'argent de la fortune de VDB. Plus loin que le nord, ou que si j'étais dans le nord, que c'était loin. Vous en ont-il? Qui m'a enlevé? VDB blijft spoorloos. Ontvoerd, zover is zeker, maar omtrent de redenen doen de wildste geruchten de ronde. De familie heeft het daar moeilijk mee. We zijn diep ontroerd door de duizenden bewijzen van sympathie. Nochtans spijt het ons dat sommigen zich veroorloven insinuatie te uiten tegenover een man die zich in de onmogelijkheid bevindt om zich te verdedigen. Het hele land houdt zijn adem in. Maar dan, na een maand, duikt VDB plots weer op. Moe, vermagerd, maar nog altijd even strijdlustig, komt VDB op een druk bijgewoonde persconferentie zelf het verhaal van zijn ontvoering vertellen. Buitenlandse journalisten kunnen hun ogen nauwelijks geloven. Hier ziet weer de oude VDB.